shopaccessoires waren afhankelijk alleen populair in de gay scene. Maar nu ziet het eruit dat het populair wordt voor, nou ja, zoals iedereen. Met een push shopaccessoire proberen mannen aan de hoofdverwachtingen van de sekspartners. Het is een mooi praatje, maar wat eronder zit, dat is de realiteit. Ja. Ik vind het best wel donders en voelig, ik zou me uitlachen. Als ze die boxen eruit doen, zie je het vrouw, dan gaan niet rollen. Men kan je zijn. Ik denk dat het sowieso wel iets voor gay is, want dat die lui toch gewoon meer durven. Ten eerste is de push-up boxer niet comfortabel. Het geslachtsdeel heeft geen ruimte in de boxershort en tijdens het lopen is het erg onprettig, omdat het door het liftende effect extra druk krijgt. Ten tweede is de grote teleurstelling. Wanneer het uiteindelijk op aankomt. Eerst denkt de vrouw, oh leuk, hey, wauw, die heeft wel iets in huis. Maar dan liggen ze in bed en dan gaat hij uit en denkt van, waar is het gebleven? Als jij een extreem klein geslachtsdeel hebt, kan het je zelfvertrouwen een boost geven. Maar wanneer het puntje bij het paaltje komt, geeft het juist misschien extra veel onzekerheid. Omdat je dan alle focus daarop vestigt. Door de push-up boxer wordt een slagdeel zo groot, of in ieder geval het lijkt zo groot, waardoor het eerder zou kunnen afschrikken. Mensen zouden het verkeerd beeld van krijgen en vrouwen zouden het juist minder aantrekkelijk kunnen vinden. Je moet gewoon trots zijn met wat je hebt, dat laten zien. En als je niet meer hebt dan dat, nou, that's it.